Goedenavond, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Napraten over het Rotterdamse topvoetbal doen we met Michel van Egmond, schrijver van beroep tegenwoordig. En de Rijnmond-collega's Dennis van Eersel en Ruud van Os. Mannen, Feyenoord eclatant gewonnen. Sparta en Excelsior een goed gelijkspel. Tevredenheid over dit weekend? Ja, daar kan je toch geen klachten over hebben, lijkt mij. Nee, lijkt me ook niet, toch? Dennis, Ruud? Nee, mooi om te zien dat Feyenoord voor het eerst in deze competitie, dat er een beetje echt swing en echt wervelend voetbal in zat in de eerste helft. Dat het wat langer aanhield. Uitwedstrijden een punt gepakt voor die twee andere ploegen. Dus, ja, in de details heb ik nog wel wat klachten, hoor. Bijvoorbeeld over Sparta dat een uur lang helemaal dronken werd gespeeld in Breda. En de belangrijkste klacht is natuurlijk, ja, is eigenlijk geen klacht, is natuurlijk de blessures bij Excelsior. Ja. Met name Alessandro Dame en zijn knie. Dat is gaan we het verschrikkelijk. Allemaal over hebben. Michel, Gijp geschreven, Kieft geschreven, bestsellers. Nu een boek geschreven over Chris Guillan. We hebben hem hier aan de desk. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Je bent ook oud Feyenoord-journalist, hè? Ja. Bij de Feyenoord-krant gewerkt. Dennis zegt het al, er was weer iets van zwoen vandaag. Heb jij weer de allure van een kampioenselftal gezien bij Feyenoord? Nou ja, wat me vooral opviel is dat er heel veel zelfvertrouwen volgens mij is. Ik had verwacht dat er misschien veel meer druk op Feyenoord zou liggen na die titel. Maar alles, kijk, ik moet er even bij zeggen, ik kijk het allemaal vanaf de buitenkant nu. Hè, maar ik heb het idee dat er heel veel rust is. Ook als je het vergelijkt met andere ploegen die nog heel druk zijn op de transfermarkt. En zich druk maken over wie er weggaan en wie er komen. Maar voor Feyenoord begrippen zag het er allemaal heel ontspannen uit. Nou had het vandaag ook iets met de tegenstander te maken, denk ik. Kon er niet veel van. Nee, daar had er ook heel weinig zin in. Nou, Ruud, is eigenlijk ongekend dat we in de Kuip in de tweede helft achterover gaan zitten, zonnetje erbij en je nul zorgen hebt. Ja, ik begrijp dat de Feyenoord supporter dat heerlijk vindt. Hè. Het is een samenzijn van bekenden op de tribune. Dus je drinkt wat, je zit in het zonnetje en onderwijl wint jouw ploegje. Maar ja, ik kijk daar dan, zoals hij zegt, vanaf de buitenkant tegenaan. En ik mis gewoon de spanning. En ik vind gewoon het verschil tussen de top van de Eredivisie. Ja, als PSV naar de Kuip komt of Ajax, dan gaat het toch ergens om. Utrecht, AZ ook wel. Maar alles wat daaronder zit, het komt met knikkende knieën naar de Kuip. En je weet gewoon zeker dat Feyenoord gaat winnen. Nogmaals, hartstikke leuk voor de fans. Maar ja, wedstrijd. Ja, het is geen wedstrijd. Er is geen strijd. Het is gewoon een uitgemaakte zaak. Feyenoord wint. Ja. Dennis, hoe is het met de Haps en Jurgensen? Allebei geblesseerd naar de kant. Ja, goed. Nicolai Jurgensen heeft een hielblessure. Die werd in de rust gewisseld. Maar de verwachting is dat hij wel gewoon meegaat met Denemarken voor de komende interlands. Dus weinig zorgen. En Haps was ook een lichte blessure. Werd al tijdig uit voorzorg naar de kant gehaald. Die hoeft geen interlands te spelen. Feyenoord pas over 2 weken weer. Dus daar verwacht ik geen probleem. Ik persoonlijk geniet wel van zo'n Jurgensen. Die is dus spits, maar die is aanspeelbaar. Die gaat ballen afpakken van verdedigers. Die heeft zijn kont naar de goal en vecht voor iedere meter. Ja, waar vind je zo'n spits nog tegenwoordig? Die zo hard werkt. Ja, nee, dat hebben ze knap gedaan. Ja. En ook daarin vind ik ze heel slagvaardig eigenlijk Feyenoord. Hè? Als je ziet hoe die selectie eruit ziet en hoe vroeg ze dat voor elkaar hebben. We hebben toch wel andere tijden meegemaakt wat dat betreft. Reacties van vandaag in de Kuip met om te beginnen de trainer Giovanni van Bronckhorst. Ik denk als je na een half uur met 3-0 voor staat, dan is een wedstrijd gespeeld. En ik denk dat we in die fase dat we alles onder controle hadden, daar ook perfect in toeslaan. Uiteindelijk gingen zij natuurlijk ook heel ver terug. Ze vielen echt heel ver terug op hun eigen 16 als het ware met het hele elftal. En ja, dat wordt lastig om doorheen te voetballen in de tweede helft. Hè. Uiteindelijk hoefden we ook niet vol gas te gaan meer op het moment. Dus we konden de wedstrijd rustig uitspelen. Ja. Het leek erop dat je eerste Feyenoord goal te pakken had vandaag. Hè? Ja. Ik dacht het ook, maar Jens raakte hem aan. Dus die voor Jens. Want die heeft hem harder nodig? Ja, die heeft hem harder nodig dan ik. Nee, maakte een geintje. Hij zei, ik heb hem harder nodig dan jij. Ik zeg, ja, voor jou lul. Wat was het nou, papier, steen of schaar? Wat did it? Ja, papier heeft het deze keer gedaan. Ja, was even snel met Michiel. Hij wilde nemen, ik wilde nemen. Als hij echt tegen me zou zeggen van, ik doe het, ik neem hem. Oké, dan laat ik het gaan. Maar hij ging de uitdaging aan. Het is wel heel opmerkelijk. Ik heb het nog nooit gezien bij een penalty dat twee spelers even zo ervoor staan. Nou, best gewoonlijk eigenlijk. Hoor. Ja, ik heb wel een paar keer al langs zien komen. Ja, bij trainingspartijtjes of zo? Nee, echt. Gewoon in de proefvoetballerij. Echt. Ja, ken je dat fenomeen dan, Michel? Nee, maar dit is toch heerlijk. Zullen we even doen? Nee, maar ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Ik hoorde daarvoor, ik weet nog steeds hoe het werkt. Dat doen we na de... Waarom? We zijn nu bij elkaar. Wat moet ik doen? Je vuist zo, ja? En dan doe je of papier, ja? Of steen, of schaar. Ja, en wie wint er dan? Nou, degene die de ander kan verslaan. Dus papier en steen, dan wint steen. Okay. Maar schaar en papier. En de schaar en papier wint schaar. Ik heb nooit een penalty met jou. Laten we dat bij deze afspraak. Eén keer. 1, 2, 3. Nou, dat is gelijk, door. 1, 2, 3. Dat win jij. Ja, jij kan het ook niet anders verwachten. Maar het is toch hartstikke leuk in dat hysterische voetbalwereldje waarin zo ongelooflijk interessant wordt gedaan over het voetbal. En zo
daarover wordt gesproken op een soort semi-wetenschappelijke manier. En het gaat over zoveel geld en zoveel belangen, zeggen ze altijd. Dat dan dit soort dingen gebeuren. Daar kan ik wel van maar genieten. Is dat niet zo? Die belangen zijn er toch ook? Jawel. Nou ja, het is allemaal relatief. Want ik heb laatst ergens gelezen dat de omzet van de gemiddelde Eredivisieclub komt niet boven de gemiddelde grote supermarkt uit. Dus je moet het allemaal een beetje relatief zien. Maar er wordt vooral heel erg druk over gedaan over dat voetbal. En er wordt heel veel spanning op die jongens gelegd. En dat vind ik wel leuk als je dit in een volle kuip gewoon even zo oplost. Maar toch, als het tegen Manchester City gebeurt bij een 0-0. Nog beter. Als het tegen Manchester City papier schaar en hoe heet die jongens wel. Nog beter. Ja, het is entertainment. En dan toch? Missen. En dan missen ook ja. Nog beter, natuurlijk. Weet je wel wat Facebook is? Ja, ik heb wel van gehoord. We zijn nu live op Facebook en er komen vragen binnen. Eentje voor Dennis. Dennis, een vraag van Reza. Hoe kwam het toch dat Feyenoord zo ongeconcentreerd begon tegen Willem II? Ja, dat was wel opmerkelijk. Hè? Want in die beginfase, er zit geen spanning in die wedstrijd. Tot op het moment dat Feyenoord de boel openbreekt. En al redelijk vroeg in die wedstrijd. Maar je ziet wel vaak met dit soort tegenstanders. Vaak is die eerste kans dan toch voor die tegenstander. Dat was nu ook. En ja, Feyenoord had het wat moeilijk met Willem II. Ik vond het wel mooi dat Kevin Dix dan, waarop we best kritisch zijn geweest, en terecht ook in de eerste weken van deze competitie, dat hij dan de man is die één keer aan de noodrem moet trekken in positieve zin met een goede geplaatste sliding. Goede eerst zelf gespeeld. Ja, moet hem ook een boost aan vertrouwen geven. Dat had hij wel even nodig. Ruud, misschien is het aardig nu na 3 wedstrijden, nu met die interlandbreek die eraan komt, om toch een kleine balans te gaan opmaken wat betreft Feyenoord. Wie valt jou op? Ja, ik vind Haps. Vind ik leuk om naar te kijken. Ja, ik hou er wel van backs die opkomen aan de kanten en dan wel gecontroleerd. Hè. Soms Karsdorp vorig jaar wat ongecontroleerd. Ja, Haps, Boetius vind ik een aardige combinatie. Ik ben alleen zo bang bij Boetius, als daar de blaadjes gaan vallen, dat het bij hem allemaal wat minder gaat worden. Hè. Nu schijnt het zonnetje nog, nu is het allemaal leuk. Maar ja, ik hoop dat hij het minimaal tot kerstmis gaat volhouden. Ja, ik hoop dat hij het hele seizoen volhoudt. Maar daar vrees ik wel een beetje voor. Maar met name Haps, daar geniet ik wel van. Heb jij iemand, Michel, waar je voor gaat zitten? Nou, ik vond Boetius wel heel prettig om naar te kijken nu, ja. En bedoel jij nou op blessures bij Boetius? Nee, dat hij terugvalt. Ja. Maar hij heeft zich toch ontwikkeld. En zo'n tweede periode bij voetballers, ze hebben wat meer bagage. Ik vond hem nu wel een hele goede indruk. Ja, zeker. 2 goals, 2 assists in 4 wedstrijden. Dat is, doet niet onder voor Elia. Nee. Toch? Nee. Nee. Deze week bij Feyenoord stond eigenlijk met name in de teken natuurlijk van de Champions League loting. Feyenoord gaat spelen tegen Shakhtar Donetsk, tegen Manchester City dus en tegen Napoli. Vrijdag zat die Jondal Thomasson, die zei met een beetje geluk kan je derde worden. Ja, daar heeft hij denk ik wel gelijk. Ja? Tuurlijk. Is dat het maximaal haalbare? Ja, dat denk ik wel ja. Maar je moet helemaal niet kijken naar die eindstand. Je moet hopen dat er weer, tenminste ik denk bij die Feyenoord en de Champions League nog steeds terug aan Feyenoord-Juventus. En ik denk mensen die dat 100.000 jaar geleden is het, maar die het hebben meegemaakt, die hebben het er nou nog steeds over. Je moet gewoon hopen op 1 stunt, 1 geweldige thuiswedstrijd waarin ze iets geks doen en die hele kuip op zijn kop zetten. Dan ben ik al tevreden. Ja, maar met een beetje geluk, dat vind ik een kwalificatie die je aan de tweede plek hangt. Met een beetje geluk wil je tweede. Ik bedoel, derde is toch een serieuze optie om boven Shakhtar Donetsk bijvoorbeeld te eindigen. Nou, ik heb Shakhtar Donetsk de laatste maanden niet zo gevolgd, eerlijk gezegd. Dus ik heb geen idee. Wat kom je hier dan doen? Maar ook ja, vraag me de hele tijd al af, eerlijk gezegd. Maar ook, ik sla het Oekraïense voetbal gewoon niet zo hoog aan. Maar ook Napoli is toch geen Real Madrid. Ik bedoel, daar moet toch zeker in de Kuip iets tegen te halen zijn. Ja, nou ja, misschien wordt het die wedstrijd tegen Napoli dat ze de Kuip op zijn kop zetten. Dat zou best is de laatste. Van de, Dus ik zeg met een beetje geluk word je tweede. Ja. Is het niet iets te optimistisch? Ja, laat maar lekker optimistisch zijn. Ja, graag. Robin van Persie, zijn naam blijft rondzingen. Met nog een aantal dagen dat de transfermarkt open is. Nu geblesseerd. Dus de wedstrijd van Nederland zelf zou wel eens een probleem kunnen worden. Fenerbahçe heeft inmiddels een aantal spitsen aangetrokken. Als dat er gaat, zou je denken. Misschien geen Europees voetbal gehaald ook, hè, Fenerbahçe. Misschien gaat dat nog een rol spelen in het hem laten gaan. Laten we eens even kijken wat ons publiek ervan vindt. Want we hebben op Twitter een stelling vandaag neergezet over Robin van Persie wel of niet naar de Kuip komen. Even kijken naar de uitslag. Ondanks de kom van Sam Larsson moet Feyenoord van Persie naar de Kuip halen. Toch is nog altijd 63% het eens en 37% oneens. Michel van Egmond. Ja, dat lijkt me een beetje wishful thinking, eerlijk gezegd. En je moet je ook afvragen of het een goed idee is. Alhoewel, het past natuurlijk wel in een trend in Nederland. Je ziet het ook aan Huntelaar. Je kan als club eigenlijk alleen maar hopen als je een talent hebt, dat je hem zo lang mogelijk vasthoudt. Dan gaat hij naar het buitenland en naar grote clubs. En dan moet je hopen dat hij in zijn nadagen als half gepensioneerde weer terugkomt. Vaak loopt dat op een teleurstelling uit. En kijk, Dirk Kuyt is het natuurlijk geweldig gegaan. Die zo'n terugkeer. Maar dat is toch wel een ander type dan Robin van Persie. Dus, ik vraag me ook af. Ik zou er een enorme voorstander van zijn, want Van Persie is een held. Maar goed, met de helden win je geen wedstrijden. En als ik Jurgensen nu zie vechten en knokken en werken, dan vraag ik me af, Ruud, gaat Van Persie dat ooit doen?
Ja, ik blijf erbij. Zijn gesteldheid is voor mij leidend hierin. Want dat hij kan voetballen, dat trekt niemand in twijfel. Maar hij is nooit fit. Ja, wat moet je er dan mee? Met alle respect voor de jongen, maar dan ga je dus een heleboel geld uitgeven. Ook al levert hij veel in, dan nog gaat Feyenoord veel geld aan hem uitgeven. Ja, en dan neem je echt een gok. En ik vind dat de gok niet waard. En je moet hem altijd opstellen natuurlijk. Je kan hem moeilijk op de bank zetten. Anders heb je herrie in de tent. Ja, dat lijkt me wel. Ja, daarom. Ook niet als je gewoon afspraken maakt van tevoren. Want beste Robin, je bent 30 plus. We gaan 50 wedstrijden spelen met Feyenoord. Het kan niet altijd. Ik denk dat hij die afspraak niet eens wil maken. Nee, dat lijkt me... Niet ideaal. Als je hem een perspectief biedt van je gaat toch richting het einde van je carrière. Je moet ook denken aan wat daarna gaat komen. Van je kan bij Feyenoord blijven hangen in de jeugdopleiding. Wat dan ook bij de staf van het eerste. Dat je daarin dat hij misschien toch al verder kijkt ook. Ik weet niet. Ik weet niet wat Robin zijn plannen zijn nadat hij uitgevoetbald is. Kijk, het zijn natuurlijk geen jongens die nog een baan nodig hebben of zo. Dus het kan ook best zijn dat hij er vanaf wil van het voetbal. Dat sluit ik ook niet uit. Kijk, bij spelers boven de 30 gaan wij in Nederland al heel snel beginnen over hoe ze ervoor staan. Kunnen ze het nog aan? Nou, bij Kuyt, wat je ook van hem vindt, daar wist je zeker van. Hij kan het nog aan, loopt nog voorop. Bij Van Persie heb je dat totaal niet, dat gevoel dat hij het nog aan kan. Omdat hij gewoon lichamelijk helaas niet zo lekker in elkaar zit. Ja, en Kuyt is natuurlijk ook iemand die wel in staat is om in het collectief te denken. Hè? Dat zag je natuurlijk op het moment dat Van Bronckhorst hem op de bank zette. Waar die bloedzagrijnig van werd. Heeft hij zich toch kunnen inhouden voor het grotere belang. Het kampioenschap van Feyenoord. Wat hij dan uiteindelijk op een geweldige manier zelf beslist. En daar acht ik Robin minder toe in staat. Ja, toch merk je nu ook op Facebook. Patrick Dennis zegt, hoe groot is de kans nou? Wat denk jij? Ja, heel klein. Want Feyenoord wil hem. Er staat, moet Feyenoord Van Persie halen? Nee, Van Persie moet komen. Maar ik bedoel, Feyenoord gaat geen transfersom voor hem betalen. Gezien ook alles wat Ruud zegt en zijn blessuregevoeligheid de laatste jaren. Hij heeft toch een jaarcontract in Turkije? Hij heeft nog een jaarcontract. Dus Feyenoord gaat geen transfersom betalen. Dus dat contract zal ontbonden moeten worden. Dan zal hij eventueel voor alleen salaris zou hij naar de Kuip moeten komen. Nou, hoor hoeveel haken en ogen eraan zitten. Ik verbaas me wel in de discussie eigenlijk non-stop over iemand met de naam, de status van Van Persie. Dat het überhaupt een discussie is of Feyenoord die terug moet halen. Ja. Tuurlijk moet je die terughalen. Moet je altijd terughalen, iemand als Van Persie. Eens. Wie is op dit moment binnen deze selectie van Feyenoord een echte held? Een held van het legioen. Zou we er eentje kunnen aanwijzen? Het wordt wel angstig stil hier aan tafel. Dat is niet prettig bij een talkshow. Maar misschien zal ik wel de kracht. Dat het een collectief is en niet één. Wie wel echt een held is, maar zeker was Chris Guillan. Van de 1997 tot 2006 rechtsback geweest. Verdiende niet zoveel. En datgene wat hij bij Feyenoord verdiende, gaf hij heel erg uit aan anderen. En daardoor is hij financieel nu niet rijk. Nee. Heeft hij ook nog eens gezondheidsproblemen. En dus, Michel, heb jij gezegd, ik ga dit boek schrijven. King. Het gaat over de vele wederopstandingen van Chris Guillan. En dit is geschreven om hem financieel te helpen? Het is geschreven omdat ik het een mooi verhaal vond. Omdat ik er een goed boek in zag. Dat is de eerste insteek geweest. En een bijkomende overweging van mij is geweest dat ik hem en zijn gezin daar hopelijk ook mee kan helpen. Omdat een deel van de opbrengst naar hem gaat. Maar in eerste instantie was ik gewoon gefascineerd door zijn verhaal. Ik was erbij toen die kwam in 95, 96 als 17-jarige jongen. We begonnen min of meer gelijktijdig bij die gekke club. Hij als voetballer en ik als verslaggever. Dus we moesten onze weg vinden. En ik ben altijd gefascineerd geweest door hem. Kijk, ik ben altijd als journalist op zoek geweest in die voetbalwereld naar jongens die een beetje afweken van de norm. En dan moet je eigenlijk goed zoeken. Want heel veel voetballers lijken op elkaar in de manier hoe ze zich gedragen, hoe ze zich uiten. En hij is eigenlijk in alles altijd anders geweest. En dat vond ik een fascinerend iets. Ik heb hem 10 jaar heel intensief gevolgd als verslaggever. Toen ben ik hem uit het oog verloren. Ik wist wel dat hij schulden had. Hij gaf het uit, zijn geld, aan wie? Nou, kijk, je moet niet vergeten dat heel veel Afrikaanse spelers, en hij is daar één van, die het in Europa maken, die krijgen te maken met allerlei familieleden van wie ze nog nooit gehoord hebben, die met hun hand op komen vragen voor hulp. En ook heel veel andere Afrikanen die hem weten te vinden. En hij is daar vrij gevoelig voor geweest. Hij heeft eigenlijk heel veel mensen geholpen. Hij is overigens zelf ook niet al te verstandig met zijn geld omgegaan. Hij heeft een hele rare verhouding met geld. Dat interesseert hem eigenlijk allemaal niet zo heel veel. Om een voorbeeld te geven, toen hij terugkwam van zijn buitenlandse avontuur, wat mislukt is. Hij heeft het in Wales geprobeerd, in Finland. Daar is hij uiteindelijk geblesseerd geraakt en toen was zijn carrière voorbij. Toen kwam hij terug in Nederland, maar hij wist bijvoorbeeld niet dat hij zich hier even moest melden, dat hij recht had op een uitkering. Dus toen is hij gaan leven van het beetje spaargeld wat hij had.
Dus ja, financieel is het gewoon, was het een chaos eigenlijk. Mm. En, maar hij deed dat als speler bij Feyenoord ook al. Hè. Toen in het jaar dat Feyenoord de UEFA Cup won, bijvoorbeeld, had hij 4 illegale Afrikaanse jongens in zijn huis. Volgens mij wist niemand dat toen. Maar dat was wel zo. Die voedde die gaf die kleding, die nam die op sleeptouw. Nou ja, in die hele groep mensen die een beroep op hem heeft gedaan, zaten er natuurlijk ook een paar die hem bedonderd hebben. Dus het is eigenlijk wat dat betreft in financieel opzicht altijd een tranendal geweest. En hij heeft dat zelf proberen op te lossen door in de haven te gaan werken. Feyenoord heeft een rol gespeeld in de bemiddeling. Hij is bij Gerard Baks, een bekende Feyenoord supporter, heeft hem in dienst genomen. Maar hij kampt nu ook met serieuze gezondheidsproblemen. Ja, hoe is het daarmee? Nou kijk, hij heeft last van epileptische aanvallen gekregen. Hij heeft er een paar hele zware gehad, waarin hij volledig knock-out ging. Eerst in de haven, later nog eens een keer op een voetbalveld. Hij voetbalde met wat Afrikaanse vrienden. En daardoor kon hij niet meer werken, want het was gewoon te gevaarlijk om een bewusteloze man in die haven te hebben liggen. En toen neurologen zijn gaan onderzoeken wat er nou met hem aan de hand is. Nou, die onderzoeken zijn nog steeds aan de gang, maar het is niet uitgesloten dat hij binnenkort of op termijn een zware en ook wel risicovolle hersenoperatie moet ondergaan. Dus wat dat betreft zit het hem allemaal niet mee. Nee, dat blijkt. Het is kort, althans een bondig boek, wat je werkelijk in één ruk uitleest. Het is namelijk mij in een weekend gelukt en ik lees normaal niet, dus dat zegt veel. Maar goed, de opbrengsten van dit boek, die ook in de Feyenoord Shop verkrijgbaar is, gaat ook rechtstreeks naar Chris Guillan. Maar er zijn meer initiatieven. Bijvoorbeeld van supporters van de Noordzijde. Zij zijn een crowdfundingsactie begonnen voor Chris Guillan. Wij zijn gestart een inzamelingsactie voor Christian Guillan. Dat is een jongen die zijn rechterarm nog zou geven voor Feyenoord, om het zo maar te zeggen. Hij heeft in interviews ook gezegd, vroeger bij Leonidas, dat is ook door jullie gemaakt, van ik ben Feyenoord, de Feyenoord ben ik. En als je zo'n jongen ziet, hij was ook met de UEFA Cup bijeenkomst, was hij erbij. En het is zo'n jongen, die gun je het beste. En als je ziet dat hij zo in de penarie zit, dan moet je wel in de bres springen voor die jongen. Ik denk terug bij Feyenoord. You're honest. Even when you lie, well I wish you were closer than near. I must be blind. 'Cause you didn't. Het was een gemiddelde voetballer, om het zo maar te zeggen, maar wel eentje die het hart voor de club heeft. Bereid is om gewoon alles te geven. Als je speelt Feyenoord, ik speel alles. Ik doe alles. Ik speel voor mijn leven, ik speel voor Feyenoord. Ik doe alles voor Feyenoord. Als je speelt voetbal, ik doe alles. Zondag, ik weet wel wat hij doet op zondag. Ja, ik hoop het wel. Ik denk dat hij de wedstrijd gaat kijken. Ik denk dat hij naar de kerk gaat. Ja, dat ook. En daarna lekker naar Feyenoord kijken. Ik vind dat die supporters geven muziek voor mij. En Christian Guillan, ole ole, nog steeds. Als je gaat naar Rotterdam Centrum, is leuk. Nog steeds. Een held van het legioen. En op het moment dat wij hier nu met elkaar zitten, heeft die crowdfundingsactie al €1400 opgeleverd. Dat is, dat is geweldig. Ik vind het echt een ontroerend initiatief wat spontaan is tot stand is gekomen door die jongens. En ik vind ook wel mooi bij Feyenoord dat het Feyenoord publiek heeft echt een uitstekende neus voor wat echt en wat niet echt is. En ze hebben gewoon aangevoeld dat die Feyenoord liefde van Chris Guillan, die is echt. Wat omschrijft die liefde is? Wat is de liefde van Feyenoord van Chris Guillan? Ik denk dat Feyenoord supporters, wat die jongen net ook zei, die herkennen gewoon dat die clubliefde bij Guillan echt is. En ik beschrijf een scène in het boek waarop hij op een dinsdagmiddag in de week tussen die wedstrijd tegen Excelsior en de uiteindelijke kampioenswedstrijd tegen Heracles, moet Chris naar het ziekenhuis en krijgt daar te horen dat hij toch waarschijnlijk een operatie moet ondergaan en dat er misschien een gat in zijn schedel wordt geboord en dat soort gezellige gesprekken allemaal met doktoren. Nou, dat zijn toch dingen waar een normaal mens behoorlijk van slag raakt. En Chris is eigenlijk binnen een half uur naar de Kuip gereden met iemand, want hij heeft geen auto meer. En heeft gevraagd of hij hem naar de Kuip wilde brengen. En die is toen een half uur voor de stadionpoort, waar stadion Feyenoord staat, gaan bidden voor het kampioenschap van Feyenoord. Waar? Ja, dus je kon op een... Kijk, en het feit dat hij dat alleen deed. Als iemand dat nou doet met een fotograaf erbij of met een cameraploeg, dan denk ik, dat is een beetje... Sensatiebewust dan. Sensatiebelust en je wil scoren. Ja. Maar dit was dus echt. Je zag dus een voormalig UEFA Cup winnaar constant luidkeels biddend rondjes lopen op dat stadionplein. Op zo'n dag, na zo'n boodschap, omdat hij Feyenoord die titel gunde. Dus ja, dat geeft aan dat het allemaal echt is bij hem. En ik denk dat die jongens achter het doel dat herkennen. Ja. Trapt hij eigenlijk nog wel eens tegen een bal, Chris Guillan?
Nou, hij trapt helemaal nergens meer tegenaan, want zijn leven is eigenlijk een beetje tot stilstand gekomen door zijn gezondheidsprobleem. Mm. Dus het merendeel van de tijd zit hij thuis en hij komt eigenlijk niet verder dan een paar straten om verderop om boodschappen te doen. Er was in aanloop naar het kampioenschap een reunie, zoals je misschien weet, van het team van 99 wat kampioen wordt. Hij is natuurlijk ook nog landskampioen geweest. Ja. En toen vroeg ik aan hem of hij met me mee wilde daar naartoe. En daar had hij eigenlijk wel heel veel zin in. Maar hij mijt ook een beetje drukke gelegenheden, omdat hij bang is dat dat weer zo'n aanval opwekt. Ja. Dus dat is eigenlijk ook allemaal hartstikke triest. Want diep in zijn hart zou hij natuurlijk het liefst zelf op die Noordzijde zitten. Ja. Ja. Mooi boek. Ik zou hem jullie willen adviseren, Ruud, Dennis. Als je hem koopt, dan... Ik hoop trouwens, ik ga dat ook adviseren. Ja. Nee, maar dus als je hem koopt, dan draag je bij aan de... Aan de... Ja, ja, dat draag je bij aan Chris Guyan. Als je hem in de fanshop koopt, dat moet ik ook nog even zeggen over Feyenoord. Dat vind ik ook wel heel mooi van Feyenoord, dat zij hebben besloten om dat deel van de winst wat normaal naar de club gaat, volledig aan Chris en zijn gezin te geven. Dus alle kleine beetjes die worden aangewend om hem te helpen. En Johan Derksen zei het laatst in Voetbal Insight, dat als er dan zo'n Feyenoorder een beetje in de slop raakt, dat die Feyenoord-familie opstaat om hem er weer uit te trekken. En dat vind ik wel heel mooi. Is het dan eigenlijk wel gepast om hem weg te geven nu? Jawel, eentje. Ja, eentje geven we weg. De rest moet hem kopen. Om het goede voorbeeld te geven. Sport@rijnmond.nl staat vanaf nu open als u dit boek, geschreven door Michel van Egmond King, de vele wederopstandingen van Chris Guyan, zou willen hebben. Kan nu gemaild worden. We gaan door met praten over de rollende bal. Sparta, Excelsior, FC Dordrecht misschien nog even. Ruud, Sparta 2-2 bij NAC Breda. Een slecht eerste uur, maar wel een punt mee naar huis. Ja, Sparta heeft een uur lang met 10 man gespeeld. Oftewel 10 spelers die hard werkten en Dalibor Volas. Nou, Volas werd er na de 2-0 uitgehaald. En toen kwam Ragnar Achen. Ja, de rest is geschiedenis. Het ventje is jong, komt uit de eigen jeugdopleiding en scoort er gewoon 2. En Sparta gaat met een punt naar huis. En of het terecht is, dat maalt helemaal niemand om. Nou ja, het is natuurlijk van Pastoor wel gedurfd dat je op een gegeven moment met 3 verdedigers gaat spelen als Sparta zijnde. Ja, wat moet je anders? Nou ja, nee, natuurlijk, je moet wel, maar je moet het ook durven. Ja. En Pastoor durft dit. Ja, Pastoor durft een heleboel. En daar is niet altijd iedereen blij mee, maar in dit geval pakt het goed uit. En dit was een winst van het elftal, maar ook een winst van de trainer. Tenminste, het punt winst. Ja, nou, daar ging dus een hoop mis in dat eerste uur in Breda. Alex Pastoor legt uit wat? Op het moment dat zij de bal hebben, als je vrij compact speelt en je loopt gewoon wat harder dan dat je deed, ja, dan kom je overal in de duels die je moet hebben. En als je de bal hebt, dan moet je vooral heel hard lopen om vrij te lopen, zodat degene die de bal heeft, 2 of 3 afspeelmogelijkheden heeft. Ja, gek van simpel kunnen we het niet maken. Nou, en dat was gewoon een uur lang onder de maat. En een half uur was dat redelijk tot goed. En Ach is dan wel een prachtig verhaal, hè? Ja. Dat is wel echt heel leuk. Ja, ik bedoel, dat hoop je natuurlijk altijd met wissels. Daar heb je natuurlijk ook mazzel bij nodig. Maar ja, dat is schitterend. Ja, Ragnar Ache, 2 doelpunten. Dennis, 2 punten voor Sparta in 3 wedstrijden tegen 3 concurrenten uiteindelijk. Hè? Ja. Hoe schat je dat in? Ja, misschien, als je het goed bekijkt, wel te weinig nog steeds. Hè. Vooral de Zepert in Venlo. Ja, je hoopt dat hij niet al te lang gaat doorwerken. Want je wil niet net als eind vorig seizoen al te lang in die gevarenzone blijven hangen. Maar Sparta speelt, wat Ruud net terecht aanhaalt, het eerste uur, de eerste 70 minuten. En dan niet alleen Volas, hoor. Er waren ook andere sterkhouders. En dan wil ik Sanusi eruit lichten. Juist Sanusi, die altijd voorop gaat in de strijd, die Sparta op sleeptouw neemt. Ja, als zo'n speler niet thuis geeft ook, ja, dan kom je als Sparta gewoon niet mee weg. Dus weer heel veel geluk gehad dat ze punten eraan overhouden. Ja. Want dat had opnieuw helemaal mis kunnen gaan ook. Er is trouwens bij Sparta 1 Braziliaan, Wellerson. En die heb jij, Michel, van Brazilië naar Rotterdam-West gebracht. Ja, dat is mijn debuut als mensenhandelaar. Ja. Ja. Ja, en wat heb je eraan verdiend? Nee, niks. Nee. Vertel eens kort hoe dat gegaan is. Nou, kort is heel moeilijk om het kort te doen, maar ik zal het proberen. Er is een jongen uit Schiedam, Robert Smits. Een oude Feyenoord hooligan, mag ik wel zeggen, uit de vak S-tijd, de jaren 80. Die ooit een keer een wereldreis heeft gemaakt en in Brazilië is terechtgekomen. En daar, zoals hij het zelf zegt, een soort tik heeft gekregen toen hij daar achter het station honderden straatkinderen zag die daar aan het lijm snuiven waren. En die jongen heeft ter plekke daar besloten om zijn leven te wijden aan die kinderen daar. Die heeft al zijn spullen in Nederland verkocht. Die is naar een favela, een sloppenwijk in Rio de Janeiro verhuisd. En die doet daar al meer dan 25 jaar echt geweldig werk. Op straat, 's nachts in de meest gevaarlijke wijken van Rio. En ik heb hem leren kennen. Ik heb veel over hem geschreven. Ik heb hem vlak voor het WK in Brazilië bezocht, toen ik nog voor Voetbal International werkte. En ik probeer hem een beetje te helpen af en toe met zijn initiatief. Want dat is wel nodig. Want het is iemand die...
ongelooflijk hard werkt. Maar het is natuurlijk in feite een druppel op een gloeiende plaat wat hij doet. Nou, om een lang verhaal kort te maken, hij heeft mij meegenomen naar een wijk die heet Antares. Nou, daar heerst gewoon een soort burgeroorlog, anders kan ik het niet zeggen. Een wijk waar de politie niet binnen durft. Waar je eerst langs 16-jarige jongens met Uzi's moet om daar binnen te komen. Ik ben daar geweest een dagje, met gevaar voor eigen leven. En hij heeft daar met hulp van wat mensen uit Nederland een schooltje gebouwd en een voetbalveld. En zijn theorie is dat hij die jongens uit de handen van de drugsdealers wil halen. En ze door middel van sport eigenlijk een toekomst wil geven. En Frans van Zeumer is een van de mensen die ook contact met hem heeft, de eigenaar van FC Utrecht. Die heeft toen gezegd van nou, ik steun dit initiatief. Zoek de beste voetballer uit die jullie hebben en die mag op stage bij FC Utrecht. Nou, dat was natuurlijk een geweldig iets voor die kinderen en de jongeren in die wijk. Om, als een soort signaal van zelfs in deze pool van ellende, daar kan je uitkomen door middel van voetbal. Hoe kwam het dan uiteindelijk bij Sparta terecht? Nou, uiteindelijk ging dat bij Utrecht niet door. Reden weet ik niet, maar ik kreeg dat te horen. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n deceptie voor die jongen zelf. Maar eigenlijk voor die hele wijk en voor Robert. Dat ik zei van, nou, ik wil best proberen of die jongen ergens anders kan gaan spelen. Of in ieder geval op stage kan. Kijk, we hebben het niet over de nieuwe Romario. Hè. Het is gewoon een talentvolle voetballer. Het is veel meer een soort sociaal project. Nou ja, toen heb ik Dolf Rox gebeld, die ik verder helemaal niet kende. En het hele verhaaltje uitgelegd. En die zei direct, en dat vond ik wel een grote klasse. Die zei van, nou, dit moeten we doen. Als Sparta zijn, hier ga ik me hard voor maken. En we geven hem een plekje in het onder 19 elftal. Ja. En als hij het goed doet, schuift hij eventueel door naar Jong Sparta. Dus het is niet zo dat de nieuwe Neymar nu hier rondloopt. En dat jullie dat allemaal eens ontgaan. dat is niet zo. Maar het is wel, ik heb hem een paar keer zien trainen. En een wedstrijdje zien spelen. En als je ziet de dankbaarheid van hem. En die foto's van hem in het Sparta stadion. Die gaan daar dus echt wijk door. Zij hebben niet helemaal door dat onder 19 is. Dus ze denken daar dat maakt ook niet uit. Maar dat houden we lekker zo. Dus het effect is bereikt. Ja. Er is heel veel positiviteit gekomen dankzij Sparta in Rio de Janeiro. Ja, schitterend. Van Sparta dan naar Excelsior. Dat speelde ook met 2-2 gelijk tegen Heracles Almelo op het kunstgras. Al daar was dat ook voor Excelsior, Dennis, het maximaal haalbare gisteravond. Ja, wel een terechte resultaat. Bij beide ploegen waren wel in evenwicht. Excelsior dat twee keer terugkomt van achterstand in een uitwedstrijd. Dus dat is knap. Ja, het meest zielige wat er wel is, vind ik het verhaal van Alessandro Dame. Die op het moment dat er wordt afgefloten, de laatste bal van de wedstrijd, stompt hij nog weg. Hij komt op dat rottige kunstgras, komt hij zo terecht dat zijn knie weer een beetje blijft staan. Weer die knie van hem. Derde zware knieblessure, zo lijkt het. Woensdag moet er meer duidelijk worden over hoe het daarmee zit. Ja, en nou, dan zit je te duimen voor die jongen, want dit is ook een persoonlijk drama. Ja, nou, niet alleen Dame, maar ook Stanley Elbers in de eerste helft al uitgevallen. Leek me ook een kunstgrasblessure. Elbers vertelt zelf wat er nou precies gebeurde gisteren. Ik kwam vies terecht. Mijn voet bleef een beetje hangen in het kunstgras en mijn lichaam ging door. Dus mijn knie draaide naar binnen. Maar ik heb het net teruggezien en dat zag er niet heel goed uit. Maar als ik het zie, ziet het er ernstiger uit dan dat het nu voelt op dit moment. Dus het is afwachten. Ja, een beetje rust in verband met de interlandperiode, die komt misschien ook niet helemaal ongewenst. Nou, je gaat in ieder geval de blessures bekijken. Aan de andere kant hebben we een wedstrijd ingelast tegen NAC. Omdat de jongens die wat later zijn binnengestroomd, dat die ook aan in wedstrijden komen en de minuten komen. Dus dat is, daar maken we zeker van gebruik. En de andere jongens die vanaf dag 1 volle bak zijn gegaan, die kunnen wat rust pakken. Alleen, het is nog steeds het verlengde van de voorbereiding. Dus we zullen er rekening mee houden. Maar goed, je moet fit blijven. Want vorig jaar hebben we ook geleerd. We hadden ook een prima seizoenstart. Zelfs meer punten. Alleen, je krijgt ook moeilijke fases. En dat hebben we vorig jaar ook gehad. Dus wat dat betreft moeten we in ieder geval op deze manier doorgaan. Ja, Ruud, één ding staat vast. Excelsior moet nu echt snel een keeper gaan halen. Ja, dus ik heb Ferrien Haan gesproken. En hij hoopt vanavond nog een keeper vast te leggen waar hij al mee bezig was voordat Dame geblesseerd raakte. Want ze wilden er al een bij hebben. En nu moet er nog eentje bij komen. Dus, en die moet dan deze week komen. Dus twee keepers gaan erbij komen bij Excelsior. En zeer waarschijnlijk zijn dat twee keepers uit het buitenland. De namen wilde hij nog niet prijsgeven. Maar het zijn twee buitenlandse keepers. Ik heb wel eens, misschien verklaar je me voor gek, maar gedacht, waarom belt Excelsior Tim Krul niet? Die is werkloos. Tuurlijk moet hij dan 90% van zijn salaris inleveren wat hij had. Maar dan staat hij wel een jaartje in de Eredivisie. Dat zou wel een stunt zijn. Maar ken jij nou heel veel profvoetballers die
niet gelijk de hoorn erop gooien als tegen je zegt je moet 90% van je salaris inleveren. Hij heeft nu geen salaris. We hebben het vanmiddag op de radio ook over gehad. Het schijnt dat hij liever niet meer op kunstgras speelt, omdat hij ooit in Kazachstan op kunstgras met Oranje geblesseerd raakt. Maar daar krijg je natuurlijk steeds meer van, hè? Van dat soort jongens die. Het is nu al een term geworden, hoor ik. Kunstgrasblessure. Ja, dat zei ik net eigenlijk. Daar moet je wel mee oppassen, want dat is niet bewezen dat dit kunstgrasblessures zijn. Dat zijn aannames van ons natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, maar wij hebben er wel heel veel verstand van, dus waarschijnlijk hebben we toch wel gelijk. Daarom ga ik je nu onderbreken, want we gaan naar de loting van het KVB bekertoernooi. Dat is gisteravond allemaal gebeurd. We hebben even op een keurige kaart gezet tegen welke clubs uit onze regio gaan spelen. Feyenoord in de Kuip tegen ADO Den Haag. Daar is ze vorig jaar in de beker ook tegen gespeeld. Excelsior krijgt het lastig tegen Heerenveen. Sparta moet naar RKC. FC Dordrecht ook lastig. GVVV uit. Verder Barendrecht op de Bonger tegen Go Ahead. Capelle ontvangt Roda. En Zwaluwe speelt in Vlaardingen tegen FC Den Bosch. Dennis, als je dit lijstje zo ziet, wat valt je dan het meest op? Alle profclubs uit het Rijnmondgebied door. Dat is ook een aanname, maar ja, we hebben er weer veel verstand van. Ja. 19 en 20 en 21 september zijn er de wedstrijden in de beker. Deze week natuurlijk het Nederlands elftal in Frankrijk. Misschien wel de wedstrijd van het jaar. Ja, natuurlijk. Ja, een beetje afhankelijk van de uitslag uiteraard, hoe we erop terug gaan kijken. Maar daar gaat het allemaal om. En de vraag is nog wel of geen Van Persie. Maar ja, goed. Morgen hij schijnt dat hij wel komt en gaat trainen. Maar uiteindelijk wel te geblesseerd aan zijn schouder zal zijn. Maar dat moet maar blijken dan. FC Dordrecht dan ook nog even behandelen in de Jupiler League. Eerste overwinning van dit seizoen. 2-1 gewonnen van Jong FC Utrecht. Enig gevoel van, dat kan wat worden dit jaar met Dordrecht? Nou ja, ze hebben wel een paar goede versterkingen. Mamudov vind ik voor in de eerste divisie vind ik een goede. Die pikt zijn goal ook mee. Die nieuwe Mutsers die dat in de voorbereiding veel deed dat nu ook. Dus belangrijke punten. Gustavo Hamer per brancard van het veld af. Hè? Dat was wel even een schrikmomentje. Gelukkig leek dat later mee te vallen met een enkel blessure. Maar op het eerste oog, als je hem per brancard ziet verlaten, denk ik, is een van de betere daar, hè? Ja, die zijn heel tevreden over hem. En, het grote wacht is nog een beetje bij Dordrecht. Hoe gaan die Brazilianen het doen? Die hebben nog niet gespeeld. Maar die zijn ook niet gescout door Michel. Dat kan alleen maar tegenvallen dan. Vrij kansloos allemaal. Ja, maar je moet niet bij Dordrecht niet te vroeg juichen na 1 overwinning. Vorige week gingen ze 5-1 onderuit. En Jong FC Utrecht, waar ze dus vrijdag van wonnen, die eindigde vorig jaar geloof ik 2 punten boven FC Dordrecht. Dus dat stelt allemaal niet te veel voor. Ik bedoel, dit is echt een typisch gevalletje van één zwaluw. Maar dat ze een betere ploeg hebben dan vorig jaar, dat lijkt me wel. Ruud van Os, Dennis van Eersel, Michel van Egmond, zeer dank voor de komst. Succes met het boek. Morgen de presentatie. Ja. En hartelijk dank voor het kijken. We hebben morgen natuurlijk weer, zoals altijd, Sportclub Rijnmond. Komende vrijdag is er ook gewoon nog FC Rijnmond. Maar de zondageditie van FC Rijnmond is er volgende week niet, toch? Nee, geen eredivisie voetbal. Ben ik vrij. Dus dagje vrij, Bart. Ja, dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.